Ja, daar ben ik weer, Benten. Het is vrijdag, dus we hebben weer een nieuw filmpje online. Ik heb zoveel leuke dingen gedaan deze week. Maar één ding was wel heel erg leuk. Met Mario van de GroenDienst hebben we 's ochtends vroeg, toen iedereen nog lag te slapen, het hele park aan kant gemaakt. Kijk maar even mee. Ja, goedemorgen jongens en meisjes. Het is belachelijk vroeg en ik ben al in de Efteling en ik zit in een prachtig rood wagentje. En dit is de wagen van de GroenDienst. Vandaag ga ik eens eventjes de mensen helpen om het park aan kant te krijgen voordat alle gasten komen. Kijk eens even hoe prachtig ik erbij sta. Nou, dat is mooi toch? Ik heb hier afgesproken met Mario en hij is de man van het groen van de Efteling. Ik ga hem even zoeken. Goedemorgen, ik ben Benten. Ik ben Mario. Heb je iets leuks voor me in petto? Ik heb nou op dit moment, je kunt sowieso ga je naar haar knippen. Dat lijkt me echt een actie voor jou. Kastie, spreek. Ja, een beetje aanzetten. En dan gaan we jou nog het stille schoffelen laten doen. Stille schoffelen? Ja, maar dan maak je geen herrie. Of je moet een liedje zingen, dat kan natuurlijk ook. Disco schoffelen. Ik wil graag proberen. Nou, stil schoffelen wordt lastig. Ja, want jij kunt je mond volgens mij in 5 tellen stil houden, of wel? Dus nu gaan we even stil schoffelen. Ja, eigenlijk gewoon schoffelen, maar het is in ieder geval het maakt geen geluid. Dus daardoor kan het ook de hele dag door gebeuren. Jij doet het één keer voor, hè? Eén keer voor. En je bent een snelle leerling, dus het gaat in één keer goed komen. Ik maak me geen zorgen. Laat even zien hoe het hoort. Let op, hij gaat zo meteen zeggen, je moet de schoffel het werk laten doen. Je moet eigenlijk de schoffel het werk laten doen. Lichte bewegingen, zachte bewegingen. Moet je gewoon zorgen dat het onkruid loskomt. Ik heb begrepen dat je een liedje gaat zingen terwijl je schoffelt. Ik? Ja, jij. Wat voor liedje? Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Kijk, de one-handed shuffle. Ik was van de week in de pagode en toen keek ik zo over de Efteling neer en toen zag ik zoveel verschillende kleuren groen en eigenlijk overal. Hoe groot gedeelte van de Efteling bestaat uit groen, weet je dat? Als je in procent reed, dan denk ik dat 50-60% groen is. Bij andere pretparken ook zo groen? Nee. Wie bent u? Goedemorgen, Wim van Beek. Van de Ghostbusters. Nou, nee, van de tuindienst, hè. Oh, dit is die de supersonische... Gietarm. Ja, zo kun je het wel stellen. Wat zijn hanging baskets eigenlijk? Hanging baskets zijn de mandjes met hangplanten die aan de lantaarnpalen hangen. Oh ja, en omdat ik vandaag aan het helpen ben, mag ik ook eventjes een rondje. Zou je dat willen? Ja, hè, tuurlijk. Dat kan ik misschien wel regelen, ja. Wat zijn de belangrijkste tips? Wat moet ik weten? Over dit tractortje. Ja? Rustig aanrijden. Zal ik hem vanaf hier even oppakken? Oh, lekker stoeltje hoor. Heerlijk! Heb je nog boterhammen over? Ja, ik krijg honger. Dat ging op zich, Wim. Hoe vond je het? Ik vond het niet slecht gaan. Nee, toch? Ik vind dat zou je een vacature krijgen, ben je welkom. Mario, ik zie hier allemaal een soort kooikarpers en schattige kleine eendjes. Wie zorgt daarvoor? In principe doen wij dat ook. Kijk daar eens naar de nestkastje. Er zit een albatros erin. Bijna goed. Een hele kleine mini pimpelmeesachtig albatrosje. Maar die hebben we ook al sinds een aantal jaren hangen. Die doen we ook ieder jaar monitoren wat er daadwerkelijk in broedt. Weet je toevallig hoeveel vogelsoorten? Gans, eend, kieviet, ijsvogel, waterkip. Pimpelmees, koolmees, kuifmees, zwartkopmees, boomklever, boomkruipen, nachtegaal, bonte vliegen vangen, merel uiteraard, zanglijster, vink, mus, heggenmus, goudhaantje, groenling, sijs en de blauwe reiger. Jeetje. 25 soorten even uit zijn hoofd, alsof het niks is. Heb je nog iets voor mij in petto? Ik ben wel tevreden en we zijn eigenlijk klaar. Maar als laatste wil ik jou toch nog wel een hele mooie eik laten zien die meer dan 100 jaar oud is. Is dit hem? Ja, dit is hem. Even om aan te geven. Ik denk dat hij zo breed is. Mario, ja? Ik ga je volgens mij heel hartelijk danken voor deze dag. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Ook hartelijk dank. Vind je dat ik het goed gedaan heb? Even tot slot tegen de kijker mag je best zeggen. Hij heeft het heel goed gedaan. Je mag me altijd bellen. Ik ben... Je neemt toch nooit op. Ik heb Tony. Oké, succes. Oké, dankjewel hè. Tot later. Tot ziens. Hoi.
Kom maar op met de volgende baan. Ik vind het wel leuk om deze manier even de Efteling te ontdekken. En ik deed het ook netjes en goed en zorgvuldig. Dat scheelt ook een hoop. De zogenaamde hanging basket. Een van de dingetjes die ik van Mario heb geleerd. Ik heb nog zoveel andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld de uitdaging die jullie mij hebben toegestuurd. Deze week vanuit de halve maan. Zululul. Daar is hij weer, de gouden envelop. Een prachtige uitdaging, hoop ik, van Dennis Wiering uit Nuenen. Lieve Bente, ga in de linkerpunt van het schip zitten en overtuig een bezoeker om aan de andere kant van het schip te gaan zitten. En probeer binnen één ritje aan de overkant de volgende zin aan de overkant te krijgen. Zonder te schreeuwen. Succes! Alleen is Dennis vergeten de zin erbij te doen. Oh, dankjewel Dennis. De zin luidt als volgt. Mijn wiskundeleraar heeft het geprobeerd, maar de stelling van Pythagoras snap ik nog steeds niet. Jeetje Dennis, kon je geen langere zin uitzoeken? Moet ik dus zo doen, zoals je vroeger in een kringetje, weet je wel, in de klas zo'n zin van oor naar oor moest vertellen en dan kijken of hij na dat hele rondje dan nog steeds dezelfde zin was, dat idee. Maar dan in een rechte lijn in het schip. Ik ga het gewoon doen. Volgens mij komt het helemaal goed. Ik stel voor dat als het me niet lukt, dat ik op mijn handen ga staan. En als het me wel lukt, dat je heel erg mazzel hebt, Dennis Wiering uit Nuenen. Hoi, tot later. Wie van jullie heeft het beste geheugen? Ja, hier komen jij. Wie ben jij? Marcella. We hebben een uitdaging van YouTube. Even die ping weg. Jawel, die is van mij. Dan ga ik een zin zeggen in iemand die voor mij zit. Tegen iemand die voor mij zit. En dat gaat zo steeds verder tot die zin bij jou is. En dan moet ik die zin zeggen. En dan moet jij uiteindelijk die zin zeggen. Oké. Okay. Ja, deal? Ja, oké. Dan moet jij dus helemaal aan de andere kant gaan zitten. Oké, Marcella. Oké, ik heb hier dus een uitdaging. En in die uitdaging staat dat ik een zin van die kant helemaal naar die kant moet krijgen. En uiteindelijk moet die bij Marcella terechtkomen. Dus ik heb jullie hulp even nodig. Je krijgt hem van de overbuurman gefluisterd. Of achterbuurvrouw. En dan moet je hem even doorgeven. Uiteindelijk moet hij bij Marcella terechtkomen. Ik zeg hem alvast tegen u. Beetje voorsprong. Mijn wiskundeleraar heeft het geprobeerd. Maar de stelling van Pythagoras snap ik nog steeds niet. Oh ja, dan word je natuurlijk ook nog helemaal duizelig van. Helemaal vergeten. Wow. Zitten jongens, hey, blijf eens even zitten. De stelling van Pythagoras heeft de wiskundeleraar ons geleerd? Nee, mijn wiskundeleraar heeft het geprobeerd, maar de stelling van Pythagoras snap ik nog steeds niet. Maar ik vind het in een boot die zo gaat, vind ik het best goed. Dankjewel, heel goed gedaan. Dank u wel. Dat verdient een Blackberry, alsjeblieft. Dank u wel. Gefeliciteerd. Jullie mogen eruit, jongens. Ik moet zeggen, ik dacht dat er helemaal niks van overbleef, maar het ging beter dan verwacht. Shit, wat had ik nou beloofd? Dat ik op mijn handen ging staan als het niet was gelukt. Ik vond het wel een leuke uitdaging. Op naar de volgende. Echt warm. Dat was een leuke uitdaging. Niet helemaal gelukt, maar ik vind dat ik hem keurig netjes heb gecompenseerd met die prachtige handstand. Echt olympisch. Ik ga even naar Bob. Blijf dus kijken naar youtube.com/Efteling voor iedere vrijdag een nieuw filmpje. Hoi!